zei net al, wij praten in het programma dialect. En dan kan je gewoon verstaan. Ja. Ja, ik versta je ook goed. Ja, nu wel, hè. Ja. Mooi, ik ben Rob Roosting en ik ben echte Zandrent. Mooi, ik ben Loes van der Laan en ik ben een echte Veendrent. Ja, en al heel wat jaren woont wij samen in de provincie. Ja, volgens mij gaat dat al beter, maar wat maakt nou een Zandrent een echte Zandrent? Ja, en wat maakt nou een Veendrent een echte Veendrent? Import, daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, in principe ben je ook een beetje import, hè? Ja, van... Al heel wat jaar. Heel lang leven, ja. Ja, maar... de import waar we vandaag over gaan hebben, die bent hier wat korter. Ja, precies. Ja. De Hollanders. De Hollanders. Kun je er ook een vieze smaak van in de mond dat je dat zegt? Nou, nee. Stadsen. Ik vind Westerlingen. Ja, precies. Westerlingen en import, dat klinkt toch wel een beetje negatief eigenlijk. Ja, daar hebben ze niet altijd goede prood over. Tenminste in Holland niet. Nee, nou bij ons ook niet. Hè? Die komen hier wonen en onze mooie huizen. Ja, zullen we eens zeggen hoe het allemaal moet. Precies. En stond direct op de veurgrond. Maar goed, ja, zo ben ze ook natuurlijk niet allemaal. Nee. Hè? Net zoals dat de Zandrent ook niet allemaal vervelende ventjes ben zoals doe. Niet allemaal, maar je hebt ze er wel bij. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, eerlijk weten. Er zijn natuurlijk ook zatwestelingen inderdaad waar je ook wel wat aan hebben kunt. En die zich in het verenigingsleven keihard inzet. Ja, en ik ben vrouw Helbernet. Of zij zich ook een beetje opgenomen van in de gemeenschap. En wat moet je daarvoor doen? Nou. We starten in de vroege morgen in het pittoreske Echten, waar jullie 20 jaar geleden ben komen wonen, Femke en Herman. Vertel eens even, dat ben je vast niet zomaar uitkeuzen om hier te komen. Nee, dat was inderdaad niet zomaar. Wij wilden vanuit het westen verhuizen naar een dorp in het oosten of noorden van Nederland. En op een gegeven moment had ik een nieuwe baan gevonden en dat was met standplaats in Zwolle. Zijn we vanuit Zwolle op zoek gegaan naar een leuk dorp. Nou ja, goed, dan rij je wat rond in de omgeving en je kijkt uiteraard naar de huizen die te koop stonden. Dat bracht ons op een gegeven moment in Echten. En wij vonden het een heel gezellig dorp. Je maakte een praatje met de buren en we proefden de sfeer wat. En we waren eigenlijk heel snel verkocht. A, het huis was leuk en B, het voelde heel goed. En zo is het in grote lijn gekomen. Je stond er ook achter, Herman, of je moest met? Ja, nee, ik vond, we hebben het echt samen gedaan. Dat, ja, hartstikke leuk. En de hectiek van een grote stad is zo ontzettend groot. Yeah. Als je dat 20 jaar gedaan hebt, dan is het wel genoeg. Ik weet nog wel dat we op een regenachtige dag, ik geloof in december of januari, mistig, reden wij door de Krim en Elim. En naderhand wat meer door Zanddorp. En toen dachten we wel, nou, het landschap van het zand spreekt ons, spreekt ons meer aan. Ik kan meteen denken, hoor. Nou, ik niet, maar wat spreek jullie door dan meer in aan, in dat landschap? In het landschap, het landschap is wat intiemer natuurlijk. De wegen zijn kronkeliger. Ja. Het is wat meer een coulissenlandschap met een bosje hier en een weiland daar. En het veen is natuurlijk is heel recht. Ik. De praal is net makkelijker, hè, met een baggie erbij. Zeker. Zo. We hebben onze tekst nog niet op vandaag. Nee. Wim Hegen en Lars Hoedemaker. Legendes toch wel in Wisp, duur ik wel te zeggen. Hey, Hij, hè? Ja, is het zo? Ja. Nou, jij toch inmiddels ook wel? Ah, wel nee. Ik bedoel, hij is al van... Hoeveel jaar zit hij hier? Een jaar of 6, 7. 6, 7 al? Ja. Nou. Jij of 55? 58. 58. Nee, jij geboren getrokken bent hier, 58. Ja, je bent geboren en getrokken hier in Wisp. Op deze plek. Op deze plek. Ja. Dit is je ouderlijk hoes. Ja. Oké. Okay. Vijfde generatie, hè? Ja. Bliksem. 7 jaar geleden, toen bedachten we dat... we woonden in Groningen. En Groningen is een ontzettend leuke stad. Ik had ook gestudeerd in Groningen.
om je studententijd her te beleven. En, maar op een goed moment ga je je storen aan alles wat je destijds zo leuk vond. Dus geen sluitingstijd voor cafés, kotsende mensen in je portiek. Op een goed moment verkochten we het en toen hadden we geld. En toen bedachten we van waar willen we dan gaan wonen. En dan kijk je op Funda en dan kom je in Wezep terecht. Nou, toen kwam je hier een wisp en toen dacht je, oh mijn god, was dit wat worden moet? Of ging dat helemaal niet zo? Nee, geweldig. De makelaar die zei al van jullie gaan het hier ontzettend naar je zin hebben. Maar ja, hij wil natuurlijk een huis verkopen, dus dat zegt hij dan waarschijnlijk tegen iedereen. En mijn man en ik hadden allebei zoiets van the only gay in the village. Ja. Maar toen kon hij al aanwijzen van nee hoor, want daar en daar. Dus nou, Wezep was heel modern. En ja, bedoel, dat is wel het leuke denk ik van een dorp zoals dit. Ook ontzettend geaccepteerd. Mm. Ja, bedoel, het gaat veel verder dan tolerant. Je wordt ook gelijk opgenomen en dat merkten we toen. Mijn buurvrouw, Roelie Haddering, eigenlijk al na een maand of wat bij ons langskwam en zei van goh, we zoeken nog iemand voor in de kerstmarktcommissie. Kunnen jullie laatst een beetje lieden hier in Oh, ben je die? Nee, wij zeggen ja, nee, dat komt goed. Hij wordt gedood. Nee, maar er komen heel veel mensen wel binnen om waar en die doen als ze met doen wilt. Kijk, er zijn ook wel die wil niet meedoen. Nou, dan, ja, dan kun je wel zeggen van ja, dan hoor je er niet bij. Ja, ieder is een keuze doorheen natuurlijk. Ik ben er heel nuchter in. He, ben wel, die weet niet hoe ze hier binnenkomen moet. Nou, dat blijft ook zo. Kors en Ali zitten bij jullie in de tuin. Ja, ik zei net al, wij praten in het programma dialect. En dan kan je gewoon verstaan. Ja, ik versta je ook goed. Ja, nu wel, hè. Nee. Ja, want jullie zijn mijn oude buren in Tweede Exlomond. Klopt. En ik vind het toch een beetje gek om dan ineens in dialect tegen jullie te praten of zo. Ik weet ook niet, kunnen jullie dat een beetje verstaan? Nou, je mag het proberen. Als ze het niet verstaan, dan zeggen we het wel. Ja. Het is voor de kiekers ook wel een keer leuk dat ze het begrip bij je te over hebt. Nou ja, wat jij zegt, dan kan ik in ieder geval volgen. Nou, dat ben ik niet om dat te doen. Nou, ik zal het proberen. Hoe bevalt het jullie in Tweede Exlomond? Ja, heel goed. Want waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Ridderkerk. Ik ben geboren in Slekenveer, hij in Ridderkerk. Waar dat ligt? Ja, ligt, dat is net als gemeenteborger Odoren. Er zijn een aantal dorpen onder Ridderkerk valt dat. Hoe lang geleden zijn jullie naar Tweede Exlomond gekomen? Dat is nu 10 jaar geweest, in februari. Ja. 10 jaar geleden zijn we hier gekomen. Ja, en waarom eigenlijk, Cor? Nou, we kwamen eigenlijk regelmatig met vakantie in Drenthe. En de mensen die vonden we hier toch eigenlijk wel erg gemoedelijk. Als je dan fietste en dan kwam je kinderen op de fiets tegen, was het hoi. En mensen op de fiets die kwam je tegen, hoi. Nou, ja. Wij hadden in het begin vaak van, kennen we die? Ja. Ik bedoel, dat waren bij ons in de kerk waren we dat helemaal niet meer gewend. Dat gebeurde al niet? Nou, niet meer. Nee. Kijk, vroeger toen ik jong was, was dat anders. Toen kende iedereen. Maar goed, op een gegeven moment was het een gemeente, er woonden 45.000 mensen. Ja, een heleboel mensen van buitenaf, veel industrie. Dus ja, het zijn natuurlijk, ieder heeft zijn eigen ding. Nou, en als je daar hier op bent, ik bedoel, als de buurman wat hebt, dan komt hij aan en dan struint hij naar binnen. En als iemand anders wat hebt, die komt aan die struint ook naar binnen. Dat is hier gewoon. Nou is het hier natuurlijk heel gebruikelijk dat je elkaar kent, dat je via de achterdeur gaat bijvoorbeeld. Ja. Een stom detail. Is dat in het westen des lands ook het geval? Nee. Alles via de voordeur. Ja, hè? Ja, alles via de voordeur. De eerste paar maanden dat we hier woonden, kwamen we altijd door de voordeur naar binnen, zelf ook. Ja. Nu wordt hij nooit meer gebruikt. Je zit er dan nog voor de show in, zeg maar, de collect een keer. Ja, precies. Ja. De westerling, dat is natuurlijk mijn dingetje. Kijk, ik had vrienden uit Amsterdam, dat waren tunders. Die werden verdreven uit Amsterdam, maar de Olympische Spelen die moest een plekje hebben. Dat agardeerde. Die jongens pruiden half Drents, half Amsterdams. Geweldig. Ik heb ook wel in Utrecht gewerkt en en mensen hoorden dat altijd gelijk. Hè? En dan zeiden ze van, u komt hier niet vandaan. Dan zei ik nee. En dan Achterhoek, het is vaak Achterhoeks. Mensen denken heel vaak dat u de Achterhoek komt. En dan zei ik nee, Drenthe. Er zijn natuurlijk mensen die komen hier naartoe.
ja, daar ben misschien wel dikke wiesneus hier. Er zijn altijd wat mensen die hebben familie in Drenthe wonen, waarvan ze ook denken dat de wezen ook allemaal kennen, want ze denken dat Drenthe zo is. Ze zijn dan oma Jan en tante Griet worden in Drenthe. Nou, die moet je wel bijna kennen. Ik denk dat heel veel niet accepteerd wordt doordat ze de wafel direct los hebben. En dat is misschien niet zo handig voor iemand die hier komt wonen. Kijk, wij doen ook heel veel met cultuur en ze vinden het prachtig om bijvoorbeeld naar een postuur te kijken en andere dagen hebben ze last van de rook. Dat moet je niet doen. Hoe werden jullie ontvangen hier in Eggen? Velden jullie je direct thuis? Ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat we het ons niet thuis voelden. En we hebben er wel zelf ook al deels in geïnvesteerd om ook al mee te doen. Dus we zijn de eerste periode wel heel bewust bezig geweest met, nou ja, met iedereen praatje maken die je tegenkomt. Ja. We hebben ook heel snel alle buren uitgenodigd voor een gezellige avond, ja, zoals dat dan heet. Nou, dat was ook gewoon een heel goed moment om mensen te leren kennen. Ja. En van lieverlee wordt dat gewoon. En nu denken we er niet meer bij na. Maar in het begin hebben we er wel bewust in geïnvesteerd. Hadden jullie nooit het geval van zij westerling dan direct bepalen en alles overnemen? Ja, je weet wel die wat de regel die ze opstellen, wil dat die bent wel een keer. Kijk, als je met oude nee wat versleept worden, dan denk je dat mensen die worden bank weggehaald, dat ze ook weer teruggezet worden. Nee, dat gebeurt niet. Ja? En iemand die een beetje echt lastig is en die krijgt een keer een grote wagen in de tuin en zo, die valt door over. Ja, dat is dan jammer. Maar ja, die zie je anders ook niet. Dat gebeurt een keer. Ja, dan moet je maar gewoon accepteren. Maar je hebt wel goed erbij wat er bij gebeurd is, zeg maar. Ja, we hebben leuke dingen met mij hier. Jullie vinden het leuk. Ja. Ja, echt wel leuk. Maar vertel eens. Dan heeft iemand hier allemaal de tuinbank aan de andere straat zetten. En dan komt er een whisper app van, die bank werd weggehaald, die moet terugzetten. Wat nou? Dat gebeurt echt niet. Haal ze zomaar weer op, hè. Over onze zoon dat hij hierin komen wonen is. Dat was 2 jaar nadat wij hier komen wonen zijn. En 2 jaar nadat hij hier komen wonen is onze dochter ook hier komen wonen. En die woont in Nieuweringen. En het leuke is, als je de platte grond neerlegt van deze streek, en je legt er een lineaal over, dan is het bijna een kaarsrechte lijn. Jullie wonen mooi op een riegel, zeg maar. Ja. Tweedemond, Valtermond, Nieuweringen. Ja. 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 Er ook, want we hebben natuurlijk altijd wel over de positieve dingen van Sandarm en over het Veen. En bent natuurlijk ook vast wel wat positieve dingen te vertellen. Over het Veen zeker. Ja. Maar bent er ook minder mooie kanten aan het wonen in zo'n klein dorpje? De winkels aanbod. Ja. Er is hier niks. Nee. Je hebt hier geen supermarkt. Maar waarom zou je hier een supermarkt willen hebben? Ja. Ik woon in wat vroeger de dorpswinkel was. En zijn er dan ook nog nadelen te bedenken aan het wonen in Tweede Exlomond? Oh, ik kan hem al wat verzinnen. Ja, er zijn maar wel ik vroeg het u niet. Er zijn wel een paar nadelen, die zijn gekomen. Maar ja. Het is hier natuurlijk ook drukker geworden. Ja. Deze weg is duidelijk drukker geworden als 10 jaar terug. Ja, want jullie wonen aan het Zuiderdiep. Ja, dat is een doorgaande weg. Ja, wel, maar toen hij hier kwam, toen had je natuurlijk net die recessie gehad. Ja. Dus toen was het erg rustig. Maar ja. Alles levert weer op, wordt het drukker, hoort erbij. En er zijn windmolens gekomen, dat hadden we ook niet voorzien. Nee. Daar zijn we ook niet blij mee, nee. Nee. Dat is ook niet het allermooiste. Zullen waarschijnlijk niet de enige zijn. Nee. Ja, weet je, ik weet niet of je dat echt minder moet noemen, maar wat ik zeker de eerste tijd wel heel verrassend vond, is dat mensen soms iets van je weten. Waarvan ik dacht, nou hoe kan dat nou, hoe kan je dat weten? Dus ja, men let op elkaar en dat heeft soms even een kantje dat je denkt van, oh, oké. En het prettige is juist, vind ik, dat je ook weet dat, ik zeg altijd maar, het zal niet gebeuren dat je 2 dagen met een gebroken been alleen in huis ligt en dat niemand het in de gaten heeft. En ja, dat vind ik heel fijn. De Hollanders meen dat ze alles beter weten. Nou ja, ze moet er ook weten. Maar niet per se hier. In Zuidoost-Drenthe heet Zuidveld. En dan kwamen er 9 mensen in het dorp wonen. Ja, die 9 mensen die moesten natuurlijk wel bij betrokken worden. Maar die hadden allemaal hun eigen ideeën. En die hadden geen zin aan groen steken. Dus ze moesten allemaal mooi farf worden. Nou ja. En nou ja, als hij denkt dat dat goed is, nou, dan moet je dat maar doen. Ja, het is een ander volk. Kijk, ik heb wel eens. Ik, bij de laatste jaren ben ik wel eens voor de grap half misschien ook wel serieus aan het mijmen over,
over de provincie West-Neder-Saxen. En dat is dan bijvoorbeeld het Neder-Saxisch taalgebied, gewoon volledig samenvoegen als één clubje. Maar ik voel mij meer verbonden met Neder-Saxische maten eigenlijk, dan met de rest van Nederland. Ze hebben boel verklopen, Joos. Ze hebben boel van Drenthe voorgehaald in hun mooie Drentse boerderijgies. Wat aardig. Dit moet ik nog 10 jaar huren. Alweer een hunebed, Robert? Nou, ik zal je vertellen. Ja, alweer, we hebben toch niet het mooiste plekje bij een hunebed best. Maar ik kwam hier dus kustdaags langs en ik denk, nou, dit moet toch wel een van de mooie plekjes worden. Je kunt daar heel mooi de skyline van M zien. Ja, en dat vanuit hunebed, hè? En dat is nou ook echt een skyline, hè? Ja. Met die hondsrugtoren en die bioscoop. Ja, schitterend. Je zal er maar wonen. Mm-hmm. Hey, maar genoeg gedreumen over dit hunebed, want wij moeten toch eens even hebben over de Hollander. Want is je beeld van de Hollanders nu veranderd? Ik vind het wel grappig hoe Wido dan tegenaan ging en dat zij zich toch wel heel gastvrij ontvangen en opgenomen vinden in de gemeenschap. En wat ik wel opvallend vind is dat zo'n Herman en Femke en Echen wel heel bewust zijn van, we stellen ons wat bescheiden op in het begin, want nou ja, hè, we willen wel een beetje bieren. Maar ik denk dat het wel in mijn Drentse aard is om je leven bij die korren overzichtelijk te houden. Zwart-wit, ja, nee, zo is het zo niet. Ja. Maar als je erin verdiept is het eigenlijk nooit zo als dat afhankelijk dacht dat zal wezen. Zul dat ook eigenschap van een zanddrent weten? Ik weet niet, heb jij dat niet? Nou, niet minder. Zo zwart-wit. Goed. Goed, volgende week. Lester. Nou? Wat gaan we dan doen? Goeie vraag. Wat gaan we nou? Nou, het is denk ik goed om eens even te kijken hoe het nou is. In het Drentse dorp. Nou, in 2021. In 2021, want we zijn wel al uit de geschiedenis aan het trekken. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig hoe het dan is op de ja, dorpjes. Met al die negatieve vooroordelen die stoelen dat het iets herst over het veen. Of dat eigenlijk nog steeds wel zo leeft en speelt. We gaan het beginnen.